dat jullie er zijn. Welkom. Kom maar binnen dan. Wat zie je er vlekkeloos uit, ja. Jay? Geef me een uurtje en dan zit het onder de vlekken, want ik ben echt knoeipot. Mijn lievelings bossenbollen, ja. Mijn Brabantse hartje gaat hier echt sneller van kloppen. En er is niks zo lekker met bossenbollen als een kopje thee. En OJ, om maar meteen eens even met de deur in huis te vallen. Van wie of wat krijg jij nou vlekken in je nek? Vlekken in mijn nek? Oh ja, ik heb best wel veel irritaties. Zoveel mensen vinden de hele dag wat. En het erg is, ik vind ook zoveel. En trouwens, dit geluid wat je nu hoort, hoor ik al 2 jaar. Het zijn de buren die verbouwen. Maar het stopt nooit. Nooit. Krijg ik ook vlekken van. En wie kookt hier eigenlijk? Kook jij of kookt Ruud of kookt geen van beiden? We kunnen allebei niet heel goed koken, maar wij doen altijd net of we het heel lekker vinden wat we maken. Dus dat scheelt enorm. Dus als hij heeft gekookt, dan zeg ik altijd, oh schat, heerlijk. En hij doet dat terug bij mij, waardoor het soort van, we hebben een soort van eetcultuur ontwikkeld zonder dat we die cultuur hebben. Welke karaktereigenschap van jezelf zou je het liefst op 90 graden willen wegwassen? Mijn ongeduld. Ik ben zo ongeduldig. Ja, ik zou er echt wel iets voor over hebben om dat gewoon niet meer te hebben. Want het is niet alleen irritant voor mijn omgeving, ook voor mezelf. Hoe vlekgevoelig ben je eigenlijk? Ik kan dit dus niet charmant eten. Maar ik ben opgegroeid in een gezin met 6 kinderen. Dus ik ben ook wel gewend geraakt aan die chaos. En dat het altijd overal een zooi is, weet je wel. Op de een of andere manier vind ik ook wel rust in die chaos. Wat een mooie titel voor een boek. Rust in de chaos. Daar krijg ik dus vlekken van, hè? Van die one-liners die je moet oppeppen. Rot op met die one-liners gewoon. Happy girls are the prettiest. Heb jij een vlekkeloze jeugd gehad? Nee. Mijn jeugd was echt wel best wel dramatisch, ja. Veel ups en downs. Ik ben geboren in een gezin met een vader die schizofreen is. En gok- en drankverslaafd en drugsverslaafd. Dus dat was wel heel heftig, ja. Weet je, er is geen enkel leven wat roze geur en maneschijn is. We krijgen allemaal onze shit, of het nou vroeg in je leven is of later in je leven. En ik heb het heel vroeg meegemaakt. Welke karaktereigenschap van Ruud zou je het liefst op 90 graden willen wegwassen? Die heb je even? Nee, grapje. Het is echt een lieverd. Ik denk wel zijn onzekerheid. Ruud is heel vaak onzeker en wil heel veel bevestiging over dingen waarvan hij denkt, je bent zo talentvol, je kan zoveel. Waarom ben je hier nou onzeker over? Heb jij wel eens met een hele gênante vlek rondgelopen? Ja, ik heb een keer mijn broek geplast. En het was op een set van Wie is de Mol. En het hele camerateam zag het. En ik dacht, ja oké, ik heb mijn broek geplast. Was dat of het opdracht verliezen? En het was best gênant. Het was echt zo'n plas. Zo'n kinderplas. Jij lijkt me een zelfverzekerde vrouw. Maar heeft OJ Gulson ook wel eens een blauwtje gelopen? Ik heb dus nog nooit een blauwtje gelopen in mijn leven. En ik ben ook nog nooit gedumpt. Echt? Even afkloppen. Ja. Ja, ik weet niet waarom. Misschien ben ik dan zelf eerder weg dan dat ik gedumpt ga worden. Dat ik denk, het gaat niet helemaal lekker. Ik heb wel eens liefdesverdriet gehad. Enorme liefdesverdriet. Echt dat ik flauw ben gevallen achter het stuur. Dramatisch. Een week in het ziekenhuis heb gelegen. En alleen maar dacht, ik wil dood. Hij wil me niet meer. Als je 19 bent, dan denk je, ik ben verliefd. Ik ga trouwen met deze man. Ik ga kinderen krijgen met deze man. En wij gaan samen begraven worden, weet je wel. Dat is toch het sprookje waar je mee opgroeit. En het... Toen dat niet zo bleek te zijn, omdat hij een van mijn beste vriendinnen leuk vond, ja. Nee. Heb je wel eens iets wit gewassen? Sorry. Heb ik zeker gedaan. Toen ik vroeg in de kleding zat, heb ik wel eens een spijkerbroek verkocht en dan niet opgegeven. Wat bedoel je dat niet met wit was? Nee, dat is denk ik wel de grootste zonde die ik heb begaan. Dus Belastingdienst, als jullie dit zien, jullie krijgen nog 50 piek van me. Wat is de laatste keer dat je mascara is uitgelopen? Nou, ik heb vorig jaar best wel veel gehaald toen Ruud ziek was. Ik leefde natuurlijk heel erg met hem mee. En ook omdat we heel lang niet wisten of het goed zou aflopen. Dus daar was wel een verdrietige periode. En dan liet ik ook wel gewoon mijn tranen gewoon gaan. Weet je wel? Ik probeerde dat niet te verbergen. Aan welke gebeurtenissen in je leven wil je geen woorden meer vuil maken? Nou, ik denk aan het faillissement van Supertrash en ook de manier waarop de media daarmee omging. Want daar werden zoveel dingen gezegd die echt totaal niet waar waren. Ik zou daar ook echt niet meer publiekelijk op reageren. Heb je een favoriet kledingstuk waarvan je echt zou balen als daar een vlek op zou komen? Nou, dit is dus mijn absolute favoriete jas. Ook waarschijnlijk een hele simpele jas. Hij zit helemaal onder de vlekken, zoals je ziet. Maar hij gaat niet naar de stomerij, want stel je voor dat ze hem kwijtraken. Het zou echt een ramp zijn. En heb je Ruud wel eens bevlekt met je eigen make-up? Ja, Ruud heeft altijd make-up voor mij rond zijn kraag van mijn foundation. Dat is wel grappig. Ja, daar baalt hij ook altijd van. Maar
Ja, niet erg genoeg om me niet te knuffelen. Wat is de grootste vlek op je carrière? Oh, heb je even. Dingen die ik heb gepresenteerd zoals Temptation Talk. Ja, nee. Van die hele domme, platte gesprekken die nergens over gaan. Dan zie ik mezelf en denk, nee, dat zou ik wel willen wegwassen. Ben jij iemand die de vuile was buiten hangt? Absoluut, ja. Het probleem is gewoon, ik heb geen filter. Ik vertel altijd alles aan iedereen. Er zijn mijn vrienden wel eens geïrriteerd op mij, omdat ze gewoon zeggen van, weet je, je bent onbetrouwbaar. Maar ik ben niet onbetrouwbaar, ik ben gewoon een beetje loslippig. Welke zonde die je begaan hebt, zou je eindelijk een keer schoon willen wassen? Jeetje, ik ben niet echt iemand die spijt heeft van dingen. Dat ik misschien iets serieuzer op school zou willen zijn geweest. Ja, hey, who cares? Tot slot, OJ, bestaat er zoiets als een vlekkeloos leven? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, er bestaat gewoon geen vlekkeloos leven. Gelukkig zijn en blijven is accepteren dat die vlekken er nou eenmaal bij horen. En dat je ze niet als een vijand moet zien, maar dat je geluk en ongeluk eigenlijk met dezelfde manier moet aanschouwen en opnemen in je leven. Dankjewel voor dit vlekkeloze gesprek. Nou, jullie bedankt. En jullie mogen echt terugkomen. Ik vond het heel gezellig. En als je het niet erg vindt, ga ik nu de was doen. Heb jij nou ook een gênant vlekverhaal en durf jij die met ons te delen? Doe dat dan, want dan maak je kans op een jaar lang gratis special en een NC goodie bag. Hoe je mee kan doen, lees je hieronder.